Heel vaak bepalen wij of denken wij te kunnen bepalen wat de hulpvraag is in zo'n community. Men denkt dat men ontwikkeling kan brengen met kleine activiteiten gericht op hele kleine groepen van mensen. Het gevoel van ik moet hier iets mee doen en dan zijn ze vertrokken. Ik denk eerlijk gezegd dat die particuliere initiatieven met ontzettend goede bedoelingen daar naartoe gaan. Maar hun kracht zit naar mijn idee niet in de concrete activiteiten die ze doen. Die zit op een heel ander niveau. Blessings for You is een organisatie gericht op de ondersteuning en het welzijn van kinderen, straat- en of weeskinderen. Ook gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de bevolking van Oeganda. De Nederlandse organisatie is gestart in november 2011. En wij zijn geregistreerd in Oeganda vanaf februari 2012. Voordat de oorlog hier uitbrak in 86, was Noord-Oeganda een van de graanschuren van het hele land. Toen de oorlog ten einde kwam in 2006, toen waren in principe vanwege de oorlog was er geen enkel vee meer. Al het vee was gestolen. En mensen hadden echt helemaal niks meer. Dit was echt een van de allerarmste gebieden ter wereld. Mensen hadden echt helemaal niks te maken. Dus toen hebben wij besloten om de meest gemarginaliseerde groepen, wat de voormalige kindsoldaten zijn, om daar een aantal groepen van te ondersteunen door middel van de traditionele landbouwmethodes die gebruikt werden voor de oorlog. En traditioneel is de manier van landbouw hier doen is met een aantal sterke ossen die een ploeg kunnen trekken en dan ga je over het land heen. We hebben voor alle groepen 4 ossen, ze hebben een heleboel zaaigoed, ze hebben bijlen, ze hebben machetes en ze hebben plakhakken. En daarmee kunnen ze het grond bewerken. En op die manier bieden zij een service aan de samenleving die de samenleving keihard nodig heeft. Dus het heeft ook heel goed gewerkt voor hun reïntegratie in de samenleving. I was knowing about Frena right when I was secondary school, and therefore I could come and do some work with it and so forth. So immediately when I finished my studies and then started my business, I was part and parcel of the whole process. But eventually when I went into the business side, I realized I think life is not only about doing business. It's also about seeing how to give back to the society, and therefore had that feeling of how to join this same organization formally and be able to contribute to how people live, and therefore my beginning of being part of RENA as a board member. Ik denk dat het belangrijkste kenmerk van een PI emotie is. En dat zeg ik omdat de meeste mensen, tenminste uit ons onderzoek blijkt, heel erg emotioneel betrokken zijn bij hun programma, maar het vaak ook om heel persoonlijke redenen beginnen.
De hoofdreden dat ik naar Afrika ben gegaan is denk ik gewoon omdat ik ertoe geroepen ben. Ik geloof dat het de bedoeling is dat ik dat doe in mijn leven. En een andere reden waarom ik graag naar Afrika wilde is gewoon om iets voor de armen en de wezen en de weduwe te betekenen. Om te helpen. Om iets voor een ander te doen. Ik heb ook heel vaak gezegd, ik wil niet alleen voor mezelf leven. Dat maakt mij ook niet gelukkig. Dat, ik denk niet dat dat de bedoeling is, niet voor mij in ieder geval. Ik woon sinds oktober 2007 in Kampala. En vanaf dag 1 ben ik gaan rondkijken, wat gebeurt er al? Wie doet wat? En ben ik mensen bij elkaar gaan verzamelen. En al gauw kwam ik erachter dat er heel veel mensen bijna hetzelfde doen, soortgelijke dingen. En met dat in mijn achterhoofd ben ik in Oeganda een servicecentrum op gaan zetten. Om als soort front office te dienen voor kleinschalige ontwikkelingshulp. We leveren een aantal diensten, met name wat jij vanuit Nederland niet kan doen. Eventjes langs gaan, eventjes met de mensen om de tafel zitten, dat doen we. We zijn aanspreekpunt, we zijn contactpersoon. We zijn eigenlijk de ogen en oren ter plekke. In principle, there is no bigger reason why I chose to be in this area or this particular organization. But at the organizational level, of course, there is a motivation because I believe in good corporate governance. I believe in planning and implementing things. And therefore, I find that Arena Uganda is an organization where we do things based on a strategic plan. We have the education side, we have the health side, we have the adoption program side, we have the tourism side, and we have also the microfinance side. So this is to me a good platform whereby we can do things that are really, really required by the society. Een van de zaken die mij het meeste opvalt als ik naar particuliere initiatieven kijk, is dat ik vind dat ze ernstig paternalistisch zijn. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel is dat ze soms eigenlijk nauwelijks vertrouwen uitstralen in wat een lokale bevolking kan doen. En dat men heel vaak het gevoel heeft dat men zelf als particuliere initiatief weet wat er moet gebeuren. Nou, dat is echt een groot gevaar, want het betekent dat je feitelijk vanuit Nederland gaat bedenken wat daar moet gebeuren, daar vervolgens ook structuur aan geeft, dat op die manier gaat uitvoeren. En het zou dus wel eens heel goed kunnen zijn dat dat volslagen losstaat van wat die lokale bevolking eigenlijk zou willen. Nou, dan komen we bij een begrip dat in die internationale samenwerking zo'n grote opgang gemaakt heeft, dat is het ownership, dus het eigenaarschap. Nou, dat eigenaarschap moet niet bij het particulier initiatief liggen. Dat moet liggen bij die lokale bevolking, bij voorkeur. In Nederland wordt er natuurlijk heel
Er worden heel veel eisen gesteld aan donaties en organisaties en stichtingen. Maar je moet je voorstellen dat in 9 van 10 gevallen is een man of vrouw die vandaag nog lekker op het land aan het werken is, of ergens een lerares is of wat dan ook, die gewoon zijn leventje heeft, die komt dan in contact met een particulier die hem of haar wil steunen. En die persoon die wordt opeens een projectmanager, eigenlijk een directeur die moet een onderneming gaan runnen. Want zo'n project is eigenlijk een onderneming. Maar ja, iemand gaat natuurlijk niet zeggen van nee, dat kan ik niet. Dus als er allerlei vragen gesteld worden, dan moeten eigenlijk projectvoorstellen geschreven worden. Er moeten accountability, et cetera, et cetera. Zo'n persoon die neemt dan vaak te veel hooi op zijn vork. En ja, dan raakt zo'n particulier initiatief vanuit Nederland, die wordt dan een beetje teleurgesteld, een beetje achterdochtig misschien. Dus wat wij proberen te doen is om die wederzijdse verwachtingen bij te stellen. Een van de grote problemen is als je samenwerkt met een organisatie die bestaat uit vrienden, dan gaat privé en zakelijk door elkaar heen lopen. Ik heb altijd een beetje dat petty corruption, dat hele kleine corruptie. En af en toe hier een euro wegstelen, daar een euro wegstelen. Dat heb ik altijd toegestaan. Omdat deze mensen het zelf moeilijk hebben. Maar op een gegeven moment werd het steeds meer euro's en meer euro's. En wat ik ook fout deed, ik had geen geld voor hun gereserveerd voor alle projecten. Dus ik heb op een gegeven moment afgesproken, de corruptie moet stoppen. Maar ik ga jullie nu wel een groot bedrag geven voor het implementeren van dit project. En dat heb ik gedaan. Dat bedrag kregen ze, maar ja, daarmee houdt de corruptie natuurlijk niet op. Ik heb wel een aantal keer goed dat het goed had geklapt is tussen mij en hun. We hebben het altijd wel weer uit kunnen praten. Maar ik ben ook op dit moment, ik doe nagenoeg niks meer voor de stichting. En we doen ook weinig projecten meer met Watcha. Punt 1, omdat ik heel druk ben met andere dingen en gewoon echt de tijd niet meer heb. Maar ook een beetje om, die samenwerking is vaak wel moeilijk. Vooral ook omdat het vrienden zijn. Als je iemand ontmoet en er is een vriend en die vraagt hulp en je gaat met die persoon in zee, ja. Tuurlijk, hij heeft die hulp gevraagd, dus hij wordt degene met wie je dat gaat opzetten. Dus het is dan absoluut niet vanzelfsprekend om te zeggen, we hebben toch niet het gevoel dat je over de juiste capaciteiten beschikt. We gaan een keertje verder kijken en met iemand anders in zee gaan. Ik begrijp dat dat geen voor de hand liggende keuze is, maar in sommige gevallen is het dan misschien wel goed om te zeggen tegen die man of tegen die vrouw, ik denk dat het een heel goed idee is wat wij hier samen hebben. Laten we eens kijken met wie we dit samen kunnen gaan opzetten. Dus dat je samen met die mensen daar gaat kijken van oké, welke andere instanties of individuen of organisaties kunnen we misschien bij dit plan betrekken. Dat je daar dus van tevoren echt de tijd voor neemt om uit te zoeken wie worden onze partners in dit project. Van Brian verwacht ik dat hij werkt aan ontwikkeling van de organisatie op zich. En dat betekent dan ook in deze termijn betekent dat contact leggen met bijvoorbeeld het ministerie. Did you go through the proposal? Because I wanted you to edit and then send it back to me. I have some questions about the amounts you wrote down there. Yeah. We need to cover that because when you look at the legal framework and you look at the interventions of the government, they are not really effective enough. So they need more of capacity building and all that. That's why you've seen I've separated them and explained more on what kind of strategies we are going to take to handle particular subjects. Ik vind deze dingen ook voor Brian heel erg belangrijk, dat hij dat uitwerkt. Contact onderhoudt met de kinderbescherming, met de school.
Okay. And one we shall. Because that's the way of developing the exactly. 25. Yeah. 3, 4, 5. That's rich. De verwachting die ze van mij hebben is in ieder geval dat ik goed voor ze zorg financieel. Dat is wel heel duidelijk. En dat ik hun ook een zekerheid bied daarin. Zij willen niet graag hun baan verliezen. Ze zijn heel erg dankbaar dat ze werk hebben. Uganda is a kind of country that still, I think, relies a lot on the extended systems, extended family systems. You won't go to one household and find only the nuclear children, the biological, you'll find many others. So there's, because of that, there's always a stretch on the resources. So we are always trying to share here and there. Now the difference is when you get into these institutions, some of them, they're so classy, they're so different that you don't get the chance to experience the sharing. You don't get the chance to learn how to do these daily things that you could do, I don't know, go to the market, buy this, have a disappointment there, come back, you know, that kind of context. And so I think partly that could be the reason why it just doesn't work out very well in the institutions, and the context should be taken into consideration. I know some homes, for example, where I think the conditions are good. Let's say you have a washing machine, you have a cooker, and you have all those things, but the challenge is out there, they're just not the same. And so then it becomes very difficult for the child to adopt in case they really have to go back home. Emmanuel came here. We went for a shopping for the family house, and then we see him lying on the street, just next to the street, and there was this hot sun heat on him, and he looked very sick, he was almost dying. So we treated him. After treating him, we could not allow him to go back to the street. We needed to continue monitoring his health, how he's recovering and all that during that time of treatment. Then later we saw that it was not necessary to allow him go back to the street, pick someone, give someone hope, and then, okay, again, go back to that life. It was not normal. So we decided to keep him. We took him for shopping, getting clothing for him, shoes, and everything that he needs, like any other child. So that's how he became part of the family member. Then we had to do a lot of counseling, mentorship, to make him who he is now. His parents are so grateful, considering that they were unable to take care of him and they were the ones who sent him to the street. But getting to know that there's somebody, there's some project taking care of my child, they were so happy. People are more willing to negate their responsibility. They're like, well, there is this home and it seems they provide school fees. There is always this attention by community members. They provide school fees. It seems they even give clothes. Then, so they are so willing to let go of even their children, even the ones that are not in a very bad situation. You find someone, for example, I think many of the institutions actually suffer this, because you wake up in the morning, you find another child at the gate, and you wonder, now where did this one come from? You take that one in. When that one gets in, the next one, hey, the other one managed to get in. So there is a tendency of, because of this, the breakdown of this community, more, you, within the institution, you feel pressurized to keep opening up and increasing the number of children you take in. That is especially if you have an institution that doesn't have the community component. And most of the time, institutions run just the home itself. It's already overwhelming enough to look after the babies and children.
then now to include a community part where you need to go and do community sensitization and tell them, hey, you need to. So unless you instinctively or like make an active decision that, well, while I have this institution, I should also work with the community around, you'll always have children just standing at the gate. And you always feel like, oh, I'm overstretched. And then you feel like you need to even expand the house a bit more. If someone from the community, when they come here, they think here is a palace. Yeah. And all of them would want to be here. Whenever they come around here, they don't feel like going. Oeganda is denk ik echt zo'n land van, zo'n voorbeeld van een donorland. Hè? Al weet ik veel hoeveel jaren is men hier gewend aan donorgeld. En dat zie je dus ook op dat niveau. Dat, wat ik in het begin ook zei, dat mensen eenmaal gewend zijn aan het geld. En denk, of gewend, als ze denken van nou, we hebben een donor te pakken en dat is voor eeuwig. Dus er wordt een project opgestart en dan denkt men dat dat voortdurend, maar dat er geld bij gepompt kan worden. En dat weet je, het is dan ook nooit af. Het blijft maar doorgaan. En dat is een valkuil. Want we zijn veelal door ervaring rijker en wijzer geworden wat dat betreft. Het is heel belangrijk om te kijken of je met het opstarten van een project tegelijkertijd een manier kan vinden om zo'n project te laten voortbestaan. Sometimes she can get carried away with the worries that maybe we're not going to get fundings. But I thank God that of recent she was happy because at least some organization has responded and they asked for the account number of the organization. So they are going to give in something. Als er over een aantal jaar niet genoeg fondsen zouden zijn, dan heeft dat duidelijk een effect op de kinderen, denk ik. De enige optie is denk ik dan wat er met hen zou kunnen, dat er gezocht wordt naar een plaatsje binnen een andere organisatie. Maar ongetwijfeld heeft het altijd een effect op de kinderen, omdat zij uiteindelijk hun thuis kwijtraken. Dus dat zal gewoon heel ingrijpend zijn. We have created that level of self-sustainability element into it. So no one comes to any of the Renards project expecting a free service. That is one criteria. You have the money, nobody will close your door. But as little as it is. So this is an NGO, yes, it's a community-based organization, which we are looking forward to uplift to an NGO level. But you don't get free services. You get subsidized services. And therefore, you come with what it requires to purchase a service, welcome. You are treated as a customer and not as actually a beneficiary. For us, we have clients. It is that little commitment that we need the person to put across to appreciate that they are achieving a service which they should be proud of because they have contributed to it. And it's going to do something in their lives. And that's what we want to achieve, that people feel there is something lacking in their lives and they are contributing a portion to achieve it. And there is this platform that actually adds the other in order for them to achieve what they want to achieve. Ik denk dat mensen zich af en toe te weinig realiseren en dat het bij ontwikkelingsproces niet noodzakelijkerwijs gaat om het bouwen en het neerzetten van allerlei zaken en het leveren van allerlei zaken, maar dat het een heel langdurig proces is. Nou, de duurzaamheid, dat is een van de meest cruciale en ook een van de lastigste punten. Zolang jij daar geld in blijft stoppen, energie in blijft stoppen, dan loopt het wel. Maar waar het natuurlijk om gaat is dat het loopt als je er niet meer bent. Thank you.
was met dit project wel een duidelijke lange termijn visie. En die lange termijn is eigenlijk heel simpel. Die lange termijn visie is dat wij geven hun de middelen. Wij betalen voor 2 jaar lang betalen wij de medische kosten voor het vee. Dus dat als ze ziek worden of als ze wat krijgen, als er eentje doodgaat, dan hadden wij nog wat buffergeld om een nieuw beest te kopen. En als ze ziek worden, dan hebben wij geld om een dierenarts langs te sturen. En na 2 jaar trekken wij ons compleet terug en dan is het aan die groepen zelf. Het is nu 4 jaar geleden. Ik heb de groepen gisteren heb ik die groepen, 1 groep in ieder geval, opgezocht in Awaj. En toen kwam ik erachter dat de koeien niet meer daar zijn, maar dat ze in plaats van de stieren nu geiten hebben gekocht voor elke groepslid. En dit hebben ze zelf besloten. En dit hebben ze besloten omdat dat voldoet aan hun nodigheden. Each group members, they got 2 goats. They sold it because the community could not longer give them land. They became jealous because for all the year when they do the agriculture, the crop products could be yield better. But now the community refused to give them land because they are benefiting a lot from the project. Why is there so much jealousy here? Is that because they are former child soldiers, or does it have another reason? The reason is that everybody in the community wants to benefit from any project. But if a few group of people they are benefiting from a certain project, other community members, they become jealous. Okay. So it needs like the whole community project so that each one could benefit. Like maybe, for example, maybe borehole or the road or school. Yeah. Then they will not become jealous. Okay. So my cow project is now a goat and cow project. Yes. But not an agricultural project anymore. That is the truth. But still profitable. Still profitable, yes. Good, good. Ik was nog nooit tot voor 2011 was ik nog nooit in een sloppenwijk geweest. En ik wilde dat heel erg graag. Ik wilde daar heel graag eens naartoe. En ik had het idee van de mensen zijn zo blij dat je met ze praat. Ze een hand geeft. Ja, ik vind ze gewoon heel erg dankbaar. En ik heb niet zoiets van, oh wat vreselijk en ik wil er gewoon dan zijn voor die mensen als ik daar ben. Ja, om naar ze te luisteren en contact met ze te leggen. Dat vind ik, ik heb er gewoon wat mee. Die mensen hebben wel mijn hart. Ja, en het is niet zo dat ik me dan zo voel van, oh, ik loop daar en ik heb van alles te geven. Snap je wat ik bedoel? Van, ik steek er ver bovenuit. Nee. Ik wil eigenlijk op dat moment alleen maar gewoon een mens zijn onder de mensen. Ja, in een andere vorm misschien. Mens onder de mensen. You know, as human beings, we are born in this world, but it's a past, it's a way, I mean, where we live and tomorrow go somewhere else. But we need to leave an impact, or we need to leave a path where people can trace you in the future. And we can make money every day, you know, have this and that, but eventually the people around you, if they are not living well as you do, then actually you have not done much. So my motivation therefore is that together as a group, together as a people,
we can easily contribute to the well-being of the others. And that one, to me, makes life more meaningful than just running my business every day and earning money, putting it in my pocket without really caring about the neighbor. What gives me hope is to understand why somebody is poor. Because no one wants to be a poor person. There should be things which have gone wrong. So when I see it, I get shocked. I want to find out what could have gone wrong. And luckily enough, if I find out what has gone wrong, then if I can, I will take action. And that will solve the problem. But if you can't, then you tell it to someone else. And someone else will tell it to someone else. So you may find that you might not be able to take action, but by the fact that you are able to pass on that information, that will help one person who is capable at one point to come and take action. Ik denk dat de kracht voor het PI aan de ene kant in Nederland zit, omdat het mensen zijn die natuurlijk in hun directe omgeving heel goed kunnen laten zien wat er nou in ontwikkelingslanden gebeurt, wat hun ervaringen zijn. Ze betrekken mensen daarbij, dus het creëert, zou je kunnen zeggen, een draagvlak. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is misschien een verkeerd soort draagvlak, heb ik het wel eens een keer genoemd. Omdat je een draagvlak creëert voor het doen van allerlei activiteiten in ontwikkelingslanden. En misschien is dat voor de toekomst wat minder relevant. Maar het creëert wel een bewustzijn bij mensen over dat de situatie in ontwikkelingslanden echt heel anders is. En dat daar in algemene zin iets aan moet gebeuren. En ik denk dat pachtinitiatieven daarnaast vooral ook een betekenis hebben in de interactie tussen Noord en Zuid. Dus in de communicatie, in het van elkaar begrip krijgen. En te laten zien dat dit gewoon eigenlijk één wereld is en niet 36 werelden. Terugkijkend op dit project ben ik er nog steeds erg positief over. Ik denk dat we veel doelen hebben bereikt. Maar één ding wat belangrijk is, is dat ik de doelen van dit project niet kan meten in termen van succes van dit project. We leven hier in een situatie wat jarenlang van oorlog heeft gekend. En de oorlog is voorbij nu. En het hele noorden van dit land is langzamerhand een succesverhaal aan het worden. En in die context zit mijn hele inimini kleine projectje. En als ik de tijd terug kon spoelen en ik zou dit project weer opnieuw doen. Ik denk het voornaamste ding dat ik anders zou doen is veel meer checks en balances met mijn partnerorganisatie. En ik denk wat ik anders zou doen, dat ik het geld zou channelen door een grotere organisatie. In plaats van het werken met een hele kleine organisatie, terwijl je zelf half van de tijd in Nederland zit. Een van de onvoorziene consequenties van mijn project, wat bedoeld was om deze groep te laten integreren in de samenleving, is dat ze juist frictie hebben gekregen met de samenleving. Ik denk dat ze dit heel erg goed hebben opgelost en dat het niet een heel groot probleem is. Maar dit is, als je projecten doet, je kunt niet alle consequenties overzien van de projecten die je doet. Als ik hoor dat het heeft geleid tot conflict in de samenleving, ja, dat is, ja, ben ik niet blij mee, dat is jammer. Ik denk dat geen enkel project alleen maar positief is. Er is een soort van do no harm principe. En dat do no harm is een mythe, het bestaat niet. Elk project doet op een of andere manier harm. Het zet kwaad bloed, het wrijft mensen tegen elkaar op. Het gaat tegen culturele normen en waarden in. En dit is iets wat je moet beseffen als je een project gaat doen in een land. Als een project goed loopt, je komt terug, de mensen zijn blij. Je ziet dat een project gewoon echt verschil maakt.
dan haal je daar ook heel veel uit. En dan word je daar heel blij van. Uiteindelijk doe je het niet alleen maar voor de mensen hier, uiteindelijk doe je het ook stiekem een beetje voor jezelf. It's getting late, I'm getting close to the thoughts and dreams hiding in the walls. They come to me, they speak of love, but their lines are digging holes in my soul. Another hour on my clock, I can hear the waves crashing on the rocks. Please stop the time, please stop these thoughts, 'cause the night is waiting just around the clock. How can you stay so calm? How can you lay so still when nothing of our reality is real? Let's make a turn, a different view. When I lay like this, everything looks blue. My eyes, they burn, so stuck on you, that the shivers bind my spine under the wool. How can you stay so calm? How can you real. It's not 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 real.